Leuk dat jullie dit. Nog meer pieten. Maar ze kijken elke dag de vlogjes. Ja, hé. Staartje lekker, kinderen. Ook een stilvraag. Oh. Vlucht naar het toilet. Daar zat de prinses en ik. Hier nu met een envelop. Een draaihaard stil daar. Bellinga. Weet ik niet. Gaat er onder het eerlijk. Dan gaan we weer een scène doen. Aan jouw knuffel. Oh nee, dat meen je niet. Hele goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn de? Bellinga's. De mini-vloggers. Het is herfstvakantie. Het is maandagochtend. Maandagochtend. En de kinderen zijn lekker thuis. Ja. Lekker aan het ontbijt. Dus, lekker vrij. Ik zeg het maar, leukjes. Dankjewel. Wij gaan straks naar Arnhem toe, naar een heel leuk kasteel. Waar wij video's, nou niet wij, waar ik mee mag doen met een aantal video's op te nemen voor het YouTube kanaal van de Club van Sinterklaas. Dus ben je benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien en wat er allemaal gaat komen. Hele leuke Sinterklaas video's. Check even de Club van Sinterklaas, hun YouTube kanaal. Abonneer natuurlijk ook even als je dat leuk vindt. Want ook met deze Sinterklaasperiode gaan we superleuke video's online komen. Wat betrekking tot Sinterklaas en het hele feest. Daar gaan we straks naartoe. Ik heb niet echt een idee van wat ik precies moet doen. Het enige wat ik weet is dat ik... Luxie. Kom Luxie er even bij zitten. Ja, oh, kijk, Luxie komt er even bij zitten. Pak je nog een stoel. We hebben een aantal scriptjes gekregen in de mail waarin je mijn tekst ziet, zeg maar. Dan zie je Farah, dan zie je wat ik moet zeggen in de video. Ik weet precies nog niet heel erg goed wat het is. Volgens mij iets met challenges of zo. En doe ik dan een soort van aan mee, volgens mij. De kinderen die gaan mee. Ik moet wel even erbij zeggen, de pieten die je ziet, die zijn ingevlogen helemaal speciaal voor vandaag vanuit Spanje. Om heel even hier in Nederland video's op te nemen voor het YouTube kanaal. Zodat straks, als Sinterklaas in het land is, deze video's natuurlijk online kunnen en jullie meteen van kunnen gaan genieten. Zo, ik heb even broodrommeltjes voor de kinderen gesmeerd. Klinkt misschien gek, maar ik neem gewoon in de auto voor de kids broodrommeltjes mee. Ik weet niet precies wat ze daar hebben, dus broodrommeltjes en een bakje met appel vinden ze altijd lekker. Hallo vader. Vader zit boven. Zo. Ja, ja. Hij had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En dat zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Zijn neus. En zoals jullie zien moet de was ook nog steeds gedaan worden. En Daniel die is hier boven aan het werk. Goedemorgen. Ja, factuurtjes betalen van de videoclip. Scriptjes printen, vervaren. Oh ja, mijn scripts. Mag ik die zien? Ja. Gaan we eens even inlezen. Kijk, mijn scriptjes heb ik binnen. Eens even kijken of ik... Ik ben natuurlijk een... We zijn gewoon vloggers, geen acteurs. Dus ik weet niet of ik dit allemaal in mijn hoofd krijg. Maar goed, we gaan het zien. Kijk. Ze mama zijn scripts. Dat moet mama gaan oefenen. Dat kun je merken, want wij zijn vrienden voor altijd. Ze doen iets samen, kameraden. We komen steeds een beetje dichterbij. Nee, deze avond was de beste. Hij lijkt nog ander dan de rest. Ik heb de wereld in mijn handen. Even dat jij vroeger komt. Dat vindt Tip helemaal niet fijn. Oh ja. Wilma, ja Tip, op school kan je leuk spelen, maar dat wou je niet. Of je blijft thuis en je gaat maar lekker luiben, of je gaat op school lekker spelen en ik ga mijn werk doen.
En hij moest bijna huilen. Ja, het gaat helemaal goed met mij. Maar Tip, die zit te luien. Bah, ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik denk dat ik toch maar naar school ga. Zo, terwijl de kids op de kamer zich vermaken, zoals jullie hebben gezien, ga ik even mijn tanden poetsen. En mijn haar misschien nog een beetje doen. Ik laat de honden nog even. Ja, en ik laat nog even de honden uit. Dat en dan gaan we zo. Ja. Dus we gaan nu op naar... Kasteel Doornweert in Arnhem. Oh, Leon, Silla. Kijk eens naar buiten. Goedemiddag. Waar mogen we parkeren? Hier kunnen we parkeren. Hier super. De laatste auto. Wij zijn uiteindelijk uitgestapt en wel. En we zijn hier bij dit supermooie kasteel aangekomen in Doornweert. Zeg ik het goed, papa? Doornweert. Doornburg. In de buurt van Arnhem. In de buurt van Arnhem. Heel erg mooi. Tenminste, de locatie was heel mooi toen we hierheen reden. En zelfs de zon is een beetje door de wolken heen gekomen. En we gaan nu eens even kijken waar precies allemaal wij moeten zijn. Want dat is al wel spannend, hè, kinderen? Ja. Maar het ziet er in ieder geval al wel heel erg mooi uit. Ja, ja, ze ziet al de vlag uithangen. Dan is er hier iemand thuis. Gesloten in verband met filmopnames. Ja. Dat is grappig, hè? Dus normaal gesproken kan je dit kasteel ook echt bezoeken. Ja. Alleen vandaag mogen wij meedoen met de filmopnames voor de Club van Sinterklaas. Leuk, hè? Kijk, over de hele oude brug loop je nu. Een ja. Hele oude brug waar ze vroeger ook met paard en wagen overheen reden. Grappig, hè? Ja. We gingen ze hier zo naar binnen. Ik zie. Hoppel de bobbel. Dan gaan we het kasteel in. Hier gingen de ridders naar binnen. We gaan hier over dit leuke bruggetje naar de plek waar wij ook onze spullen neer kunnen zetten. En waar we even terug kunnen trekken. En volgens mij zijn ze hier ook met filmopnames bezig. Dus we gaan eens even kijken, jongens. Wat hier allemaal is. Vind je het spannend? Ja, ik heb hoogtevrees. Oh, ja, het is wel een beetje hoog. En ik heb dat gevoel. Heb je dat gevoel? Oh ja, dat ken ik wel, dat gevoel. Ik heb die gevoel. Wauw. Wow. Oeh, jullie dat? Kijk, jij bent een ridder. Ja, ik zie ook een ridder. Ik schop me. Wat dan? Kijk, daar staat een echte ridder. Dit is een echt heel mooi kasteel. Pieten. Wat zie je daar? Pieten. Zie je de echte Pieten? Ja. Hoi, Vara. Hoi. Lucilla, hij liever een mooie naam hebben jullie toch? Dit is Tespiet. Ja, knapper. Je vindt het toch een beetje spannend. Ja, leuk zie. Ik heb ook een schrik in mijn haar. Jij ook. Ja, knapper. Zie je dat? Dag meneer. Leuk dat je hier bent. Hele bekende familie. Ja, leuk hoor. Leuk dat jullie er zijn. Nou, leuk dat ze mogen komen. Heel leuk. Nog meer Pieten. Wauw. Oh, leuk! Hi! Ziet het er mooi uit? Elke dag? Op de Pieterschool. Oh, echt waar? Ze kijken elke dag de vlogjes. Ja. Dus jullie kunnen ons kijken, maar wij kunnen ook weer kijken. Ja. Dat is leuk. Ja. 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 Ja.
Ja.
we dat, Marin? Ik wil afslanken, Marin. Hoe moet dat nou? Zo, smaakt het taartje lekker, kinderen? Dat is wel even lekker snoepen in het kasteel. En daar staat de kasteelvrouw. Hallo, kasteelvrouw. Hallo, een kasteelvrouw? Ja, je bent een kasteelvrouw. Kijk, dit is de meisjesafdeling. Oh, de jongens gaan even bij de jongensafdeling, hoor. Dag, kasteelprinsessen. Kijk, oh, dit is voor de heren. Kijk. Ah, die zocht papa. Opgefrist van het toilet en er zijn lekkere broodjes gebracht. Ook nog uit de keuken. Van de keukenpiet. Heerlijk. Oh, dit dan. Hier zat de prinsessen uit het raampje te kijken. Kijk. Daar zaten de prinses en de koning uit het raam te kijken. Ja, zeker. Ja. Nou, super. Ik sta hier nu met een envelop bij de set. Kijk, dat zijn de cameramannen en daar zijn allemaal andere mensen nog. En ik moet dus hier een stukje gaan lopen. En dat gaan hun dus filmen. En ik heb hier dus een envelop bij me. En dat gaan jullie allemaal zien in die video. Jongens, we gaan draaien. Houd stil daar. Attentie. En... ik loop. Geluid. Elf. Camera. Eerste. En actie. Hallo allemaal, wij zijn vandaag op het kasteel van Sinterklaas en ik ben uitgenodigd voor Muziekpiet om een challenge met hem te gaan doen. En ik moet volgens mij hier zijn en dit is al een grote deur. Volgens mij moet ik hier even gaan aankloppen. Daar wordt aan de deur geklopt. Het is een beetje spannend. Wie zou dat zijn? Het is Farah Bellinga, dat vind ik leuk, ja ja. Wow. Farah, wat hallo, leuk dat je er bent. Oh, hallo. Ga geen knuffel van Muziekpiet. Oh, wat fijn. Ik vind het zo spannend. Ja. Farah, ik verheug me al de hele dag op de challenge die jij en ik gaan uitvoeren. Ja, ik hoop, de hele dag al. Wat gaan we doen? Dat weet ik niet. Dat staat hierin, Muziekpiet. Dat staat hierin. Zullen we die eens even lekker door gaan lezen bij een lekker bakje chocolademelk? Oeh, dat klinkt heel erg lekker. Hey, zeker. Met slagroom, hè? Met slagroom, met ja. Kom heen! Gezellig! Kom heen! Dit was dus echt een shot in het filmpje. En ze gaan nu dus even kijken of het wat is geworden. Het is wat geworden. Tuurlijk is het wat geworden. Ik vond het best goed gaan eigenlijk. Maar ja, nou is hier nog de jury. Die, kijk. Sinterklaas heeft de meeste snoepgoed van iedereen met pepernoten stipt op nummer 1. Vandaag komen we dan ook te weten wie de meeste pepernoten op kan eten. Dat is dus de challenge. Mama moet dus een challenge doen met Muziekpiet wie de meeste pepernoten kan opeten, jongens. Nou, ik denk mama, want ik denk dat het vol zit bij je muziek. Ja. Dat heeft hij goed. Dat heeft hij goed gezien. Hij zit al vol en mama heeft nog plek zat natuurlijk, hè? Nou, dan gaan we eens even kijken of ik dit uit mijn hoofd kan gaan zeggen. Op de set. En ik speel dan een klein beetje vals natuurlijk. Ja. Maar ja, ik moet wel iets doen natuurlijk om te winnen van de Muziekpiet. Want die heeft natuurlijk een hele grote buik. Er kunnen heel veel pepernoten in. Dus ik moest even slim zijn. Iets bedenken. Oh,
Hij staat er. Oh, daar is hij. Oh, daar staat hij. Ik heb niks gezegd, oké? Ik heb niks gezegd. Nee, niks gezegd. Nee, het was heel leuk hoor. Ja, je kunt niet altijd winnen natuurlijk, hè? Nee. Nee, het gaat er niet altijd om het winnen. Het gaat erom dat het eerlijk gebeurt. Dat het eerlijk is, dat is het belangrijkste. Ja. Het ging heel erg eerlijk, toch? Ja. Je wil, hè? Bijna. Ja. Bijna. Ging heel eerlijk. Kinderoogjes liegen nooit, hè? Nee, bij mij ook niet. Nee. Nou, Daniel die is even met Lucilla of met Luxie in het wandelen. Want het was haar middagslaapje, dus ze is even een rondje gaan wandelen met de kinderwagen. Buiten hier rondom het mooie paleis, hier ergens buiten. Ik weet niet precies waar die is. Maar speeltuin of even naar de kinderboerderij, die was hier ook nog in de buurt. Maar de kinderen vonden het leuk om backstage bij mama te kijken. Vond je het leuk om te kijken achter de schermen? Ja. Nog. En we gaan nu nog één challenge doen. Ik ga een spelletje doen met ik ga naar Nederland en ik neem mee. Dus ik ga op reis, ik neem mee. Maar dan ik ga naar Nederland, ik neem mee. En dat is een spelletje met de Pieten. En dat is de volgende scène die met ik ga doen. Alle Pieten of alleen een muziekpiet? Ik weet niet precies welke Pieten, maar wel meerdere Pieten dan één volgens mij. Dus dan gaan we even kijken waar we daarvoor moeten zijn. Achter de schermen kijken en zijn we helemaal klaar. Jullie mogen lekker achter de schermen kijken. Ja. Toppie. Nou, ik heb even gevraagd wat ik moet doen. En ik moet even een ander setje aandoen en een andere jas weer aandoen. Want ik kom nu weer op een andere dag, kom ik nu weer naar het kasteel. Maar dan in een andere outfit, zodat het lijkt alsof het een andere dag is. Dus we gaan even een outfit change doen. Luxie niet aan de slaan, die vader Luxie. We hebben een mooie speeltuin gevonden, hier vlakbij het kasteel. Zullen papa dan even schommelen? Ja, schommel. Nou. Hop. Dat is zo mooi, hè? Dat is zo mooi. 1, 2. Ik had wel een uurtje doen, hè? Dag, mama. Ga maar zwaaien. Hoger! Ja! Ja! Mooi schommel! Gaan we! Mama is weer omgekleed naar kinderen in een andere jas en een ander truitje. Ik heb weer een envelop bij en nu gaan we weer een scène opnemen. Helemaal bij het begin van het kasteel, want hier kom ik eigenlijk al de allereerste keer aan. En dat gaan we nu opnemen. Jullie gaan mee, hè, met mama? Ja. Papa die is met Luxie in een speeltuintje aan het spelen. Kijk, hier zijn alle andere Pieten. En daar gaan we straks naartoe om daar op te nemen van dat we hier naar binnen gaan en dat ik een challenge envelop bij me heb. Nou, met deze Pieter gaan we weer een scène doen. Hallo, hallo. Zijn jullie? Ik ben Tespie Junior. Tespie Junior en? Dat is de Impact Piet. Ja. De Impact Piet. Nou, leuk. Ik heb hier een envelop bij. En dan gaan we nu zo meteen dus weer daar bij die poort staan. En dan moet ik weer naar de Pieten toe komen met een challenge envelop. En de kinderen die zitten daar bij Tespie op het bankje te kijken hoe wij deze scène gaan opnemen. Hallo allemaal. Vandaag ben ik uitgenodigd door Sinterklaas op zijn kasteel. Hier ergens moet het zijn. En ik denk dat ik al wat zie daarboven. We gaan eens even kijken. Ik heb namelijk weer een challenge envelop bij me. En ik zie een Piet. Hallo, ben ik goed? Ja, oké, hier moet ik zijn. Ik heb een hele leuke challenge namelijk meegenomen. En ik ben benieuwd of de Pieten er wel zijn. Ja, als het goed is moet ik hier zijn. Klop, klop, klop. Oh, je bent Farah van Hallo! Oh, wat leuk! Ik ben zo fan van je. Hallo, maar ik had voor jou een knuffel. Ik kijk jou ook altijd, wat leuk! Super! Volgens mij moet jij de allerslimste Piet zijn van alle Pieten hier, hoorde ik van Sinterklaas. Ik doe mijn best. Leuk, ik heb een envelop bij me. Echt? Ja, zit er wat in? Ga naar de Pieten zelf. Super leuk, ze wacht op je. Zo enthousiast. Ja, leuk. Nou, Leon en Lucilla hebben hier een lekkere onderrondjes gehad hier met de Pieten. Nee. Nou, leuk jongens. Dan is het sleutel.
deurtje op slot. Wat jullie net zagen was weer een shot. Wat dus in het filmpje komt. Dat is gefilmd uit mijn hand. Dat heb ik gewoon even in deze vlog gelaten. Vond ik wel leuk om te laten zien. De kinderen die zijn nu hier even een racebaan aan het opbouwen. Want die hebben ze zo weer nodig om in een ander filmpje te maken met Testpiet. Want Testpiet test allemaal speelgoed en zo. Maar nu ga ik eerst heel veel een challenge opnemen met de Pieten hier in het Pietenhuis. Terwijl de kinderen hier eventjes lekker spelen, hè jongen? Ja. En papa die is nog steeds lekker met Luxie even aan het wandelen. Gaat schrikjes goed opbouwen, hè? Ja, mama. Ja, mama die gaat hierheen. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ik ben hier, hè? Kijk, hier een trapje op. Ja, ik zit hier. Ga je een heerlijk spelletje doen met de Pieten, goed? Ja. En dan kan je terugzien op het kanaal. Ja, dat is goed. Stoer. Wauw, kijk. Dit is ook weer een hele mooie ruimte hier in dit kasteel. Wat dus een helemaal mooie setting heeft. Waarin ik hier straks met Pieten een leuke challenge ga opnemen. Hey. Hallo. Hallo. En we gaan hier zo dus de challenge opnemen. Voor op het YouTube kanaal van de Club van Sinterklaas natuurlijk. Ja, hè? Dus ik wil jullie ja. Attentie en actie. Lucilla, Luxie en papa zijn, want die zijn even ergens anders heen gegaan, omdat we hier even op de set moesten zijn. Maar ze zijn er niet meer, hè? Waar zijn ze nou? Ik weet het niet meer. Zijn ze buiten? Zijn ze verdwaald in het kasteel hier van Sinterklaas? Oh, nee, dat meen je niet. Ah, nee. Wat is dat? Ze zitten daar te kijken. Zo schattig. Ze zijn aan het dansen met de Pieten. Kijk dan nu eens, dit is zo schattig. Ze dansen gewoon met de Pieten hier. Ah. Luan! Ah, is het een opname of niet? Oké. Hey Luan, wat cool! Wat leuk! Woehoe! Hey, hallo schatje! Dat was leuk, hè? Het zit erop. Het zit erop? Ja. Dat was heel erg mooi. Ga de spulletjes pakken, lekker in de auto, hè? Ja, toppie. Ja. Nou, wij hebben weer ontzettend genoten vandaag. Ja, wij ook, hoor. Ja. Wij hebben ook genoten van jullie. En check ook even het YouTube-kanaal van de Club van Sinterklaas, ja, waar je de video's kan zien, hè? Ja. En doe even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vond je dit een leuke video? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik je onder op ons belletje, zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe vlogs. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Doei! Doei! Sinterklaas. Ja. Dag! Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee. En blijf niet staan.